Dames en heren, welkom terug bij E-Divisie. Dit is speelronde 34. Mijn naam is René Treur en ik mag live verslag gaan doen van PSV tegen PEC Zwolle, oftewel Romal Abdi tegen Stefan Vellinga. Welkom terug bij E-Divisie. Dit is speelronde 34 met PEC Zwolle tegen PSV. Oftewel Stefan Vellinga, de thuisclub, tegen Romal Abdi. Romal Abdi heeft de laatste weken bijzonder veel de commentator René Treur achter zich gezien. Dat valt ons beiden ineens op. En dat begon met vier weken geleden, de 0-0 tegen ADO Den Haag. Mitchell Denkers was een... een goede pot van beide kanten, maar geen doelpunten gezien helaas. Terwijl ze die allebei wellicht wel verdiend hadden. Moet wisselen. Er een puntje voor PSV dus toen. Vervolgens werd er tegen Ajax gespeeld, Dani Hagebeuk. Dat was echt een kraker van een pot. En misschien wel de meest spectaculaire pot die ik heb gezien dit Eredivisie seizoen. Want Romal Abdi kwam tot tweemaal toe op voorsprong. Hij maakte de 1-0 in de eerste helft. Vervolgens na de 1-1 van Dani maakte hij in de 67ste minuut gewoon weer de 2-1. Hij bleef druk uitoefenen op Hagebeuk, die in de tweede helft wel steeds beter in zijn vel kwam. Vervolgens natuurlijk weer die gelijkmaker van Hagebeuk. En uiteindelijk weer in blessuretijd, weer die winnende goal van Hagebeuk. Die tot nog toe nog altijd geen punt heeft verloren. Die tot nu toe alleen maar overwinningen heeft geplaatst. Hij is dan ook kampioen geworden een aantal speelrondes geleden. Mede aangezien Brian Hessing toen zijn wedstrijd verloor tegen Aristot Ndounou van AZ. Verder was er ternauwernood een verlies tegen het FC Groningen van Absalom Warkor. En dat houdt in dat inmiddels Romal Abdi een beetje vervelend, aangezien hij goed in zijn vel stak en goede vorm aan de dag legde. Maar toch afgezwakt is naar de 17e plaats. Hij kan nog wat stijgen. Maar het linker rijtje zit er niet meer in. Datzelfde geldt misschien voor Stefan Vellinga. Maar die staat op een 15e plaats. En heeft vandaag aan een gelijkspel of een overwinning genoeg. Om Lode de boven FC Utrecht voorbij te steken. En de 14e plaats over te nemen. Want Lode is al in actie gekomen vandaag. Verloor zijn wedstrijd. En staat gelijk op punten met Stefan. Maar net boven hem op doelsaldo. Lekkere combinaties hier van Abdi, die meteen de aanval zoekt. En die zoekt dan zijn linksbuiten. Neymar gaat hem net niet bereiken. En dan is het PEC Zwolle in het tegenstoot. Dit is een fucking schot. Oeh, aardig schot op doel. Er wordt voor geapplaudisseerd. Traag spel. Voor de redding van de keeper vermoed ik, want het was een Zwolle verdediger die daar de handen stuk klapte. Hoge corner, goed ingekopt richting lange hoek. En de keeper die slaat hem over het doel. Om zeker te weten dat er geen rebound komt die benutten. Weer de corner weer hoog genomen. Weer proberen te koppen. Gaat net niet lukken. En PEC Zwolle, oftewel Stefan Vellinga, in balbezit. De 24-jarige Zwollenaar. Die het in recente weken redelijk doet. Hij won namelijk van Heerenveen met 2-0. Niels Krijgt. Hij verloor wel van FC Groningen en Heracles Almelo. Ternauwernood ook. 1-2 en 0-1. En mede daardoor staat hij nu op een 15e plaats. Terwijl hij zo lekker bezig was in de middenmoot. Met punten bij elkaar rapen. En zelfs even op weg leek naar dat linker rijtje. Kijk eens, aardige voorzet van Abdi. Kan niet gevaarlijk worden, want zijn spitsen zijn er niet snel genoeg bij. En dan is het Nzonzi, de man waar ook Lode de Bo fan van is, ook op dit Zwolle middenveld. Doet hij zijn ding, staat hij zijn mannetje. En Suarez dan in balbezit. Opening op rechts, Gareth Bale, die probeert zijn man voorbij te komen. Gaat net niet lukken. Hoge voorzet komt niet aan, maar dan wordt er een vrije tap gegeven vanwege spijkerhard spel van de PSV-verdediging. Kijk eens, hoge voorzet. Oeh, net een Zwollenaar onder de bal door. Stefan Vellinga met balbezit nog altijd. Voert de druk op met Luis Suarez. Goede beweging. Afleggen, inspelen. Net niet op die spits. Neymar in de handen van Abdi. 27 jaar oud. E-sporter van PSV. Sinds afgelopen maart mag hij zich fulltime op de FIFA focussen. Aangezien PSV een... wat meer ondersteund dan aan het begin van het seizoen. Hij is daardoor duidelijk
beter in vorm gekomen. Liet dat zien onder andere tegen Ajax. Helaas voor hem ging dat net niet beloond met punten. Goede combinatie, zie je van Vellinga. Geblokt. Kijk eens, hoge voorzet. Oeh, buitenkant paal en naast via Gareth Bale. Dat was een vrije trap net over de middenlijn. Daar leek niet zoveel aan de hand. Maar veel lange mannen voorin. En Gareth Bale, de Welshman, kan zijn hoofd er tegenaan krijgen. Nog steeds gevaar vanuit het kamp van Stefan Vellinga. Die bijzonder goed voor de dag komt. Ik probeerde Romo vorige week een hart onder de riem te steken na zijn verlies. Door te zeggen, Pek Zwolle zou je kunnen pakken. Maar Vellinga die bijt stevig van zich af. Die laat vandaag zien dat hij zeker iemand is om rekening mee te houden in het Eredivisie seizoen. En die probeert hier het gat te vinden in de PSV-verdediging. Hier in het Philipsstadion. Oh, prachtige lange bal hier van Vellinga. Maar dan is de bijsluiting er niet. Dus hij kan zijn voorzet niet kwijt. Moet dan tijd gaan proberen te rekken. Haalt daar geen corner uit. Ik dacht een corner. Maar blijkbaar via Bale als laatst over de achterlijn. Manu Noya. We kennen het team van Abdi inmiddels. Hij heeft de Boateng en Alaba in de verdediging. Smalling volgens mij rechts center back. Goeie Costa op het middenveld, de legend. Messi op rechts, Neymar op links. En dan gaan we Vellinga weer in actie zien. Kijk eens, weer zo'n mooie lange bal. Komt u wel ter nauwernood verloren. Overname PSV. En die gaat met Messi aan de dribbel. Zo zien we het graag. Messi bereikt Ronaldo. Die bereikt op zijn beurt Neymar. Luka Modric op Ronaldo. Net niet goed. Net niet het strafgebied ingelanceerd. En dan kan Zwolle niet onder de druk uitvoetballen. Vellinga die wordt langzamerhand iets meer in zijn schulp gedrukt door Abdi. Die hier een prachtige combinatie heeft. En Neymar op de linkerflank lanceert. Dan Ronaldo die aansluiting zoekt in het strafgebied. Goeie Costa op Arturo Vidal. Dan de combinatie. Prachtige beweging van Neymar. Goed verdedigd door Vellinga. Pek Zwolle met de overname. Op zoek naar de middenlijn. Overtredingje nodig voor Abdi om hem af te stoppen. Lekker balletje weer over de hele. Gareth Bale, de snelle Welshman, gelanceerd. Maar die gaat voor de combinatie met Griezmann en Suarez. Dit ziet er goed uit. Griezmann met ruimte voor het schot. Schot gekraakt. Abdi met de overname. En PSV nu met een hele gevaarlijke paas in de diepte. Net niet snelheid genoeg om de verdediging te kloppen. De aanname was wat lastig. Kijk eens, Suarez. Uruguayaan in handen van Stefan Vellinga. Goede combinatie. Via Griezmann komt hij bij Roy Keane, over legendes gesproken. De Xboxen zijn tevoorschijn gekomen 2 speelrondes geleden. En sindsdien zien we weer de FIFA Ultimate Team Legends uit de Electronic Sports stal komen. Aardige voorzet. Kopkansje. Behoud van balbezit door Vellinga. Voorzet dit keer niet goed. Dan wordt er gefloten voor de rust. Het blijft 0-0 vooralsnog. Voor PSV tegen PEC Zwolle. En Zwolle heeft het betere van de kansen gehad. Heel goed begin van de wedstrijd door Vellinga. Gaandeweg kwam Abdi steeds iets beter uit de verf. Steeds iets beter in zijn spel. Dat is wel mooier om dat soort middenvelders te zien. De Portugees Rui Costa staat aan de zijde van PSV in het veld. We zien Roy Keane op het PEC Zwolle middenveld. Afti die dus een moeizaam Eredivisie seizoen speelt. Die wel wat internationaal succes kende. Hij speelde een toernooi in Duitsland. Het Schalke 04 toernooi in de Veltins Arena in Gelsenkirchen. Wist zich daar de groepsfase door te knokken. En hij zat onder andere in de groep bij Timo van VfL Wolfsburg. Die gewoon een absolute wereldtopper is. Dus niet gek dat je daar achter eindigt in de groep. Maar hij kwam wel door. Werd in de... Oh, wat een heerlijke goal. Die combinatie. Randje strafschopgebied afleggen en erin peren in de korte hoek.
strak in de kruising met Lionel Messi. Die hier zijn eigen feestje viert bij de cornervlag. Vervolgens bedolven wordt onder de ploeggenoten. Laat hem nog maar even zien, want hij was lekker hoor. Afleggen. En inschieten. Gruwelijk. Kieselhard met dat fluwele linkerbeen van Messi. En Vellinga die beseft zich dat hij iets moet veranderen. Geen echte wissels, wel wat tactische wisselingen. Hier aan het begin van de tweede helft. Vellinga met een boogballetje. Kan hem net aan binnen houden. Heel goed gedaan. Griezmann met de voorzet. Heerlijke goal. Gareth Bale komt voor zijn man. En met een snoekduik plaatst hij dit keer de kopbal aan de goede kant van de paal. Eerder was hij er al dichtbij. Met dat balletje tegen de buitenkant van de paal. En dan is het back to square one. We staan weer gelijk. Abdi op zo'n lekker moment op voorsprong gekomen. Begin tweede helft in Peren. Maar die gaat nu op zoek naar zijn tweede. Heerlijk doorgecombineerd. Ronaldo op Messi en die schuift hem erin in de lange hoek. Wat een wedstrijd wordt dit, dames en heren. Na die eerste helft die 0-0 eindigde, verwacht je dat toch niet? Binnen 10 minuten 3 gruwelijke goals. Allebei deze spelers combineren prachtig. En kijk eens even wat lekker. Dat is de tweede van Lionel Messi. Het aangeven van Ronaldo. Dat zullen we in het echt niet snel gaan zien. Steven Vellinga moet weer. Hij moet weer komen. Zijn tactische wissels wierpen in eerste instantie hun vruchten af. Maar nu wordt hij weer op een achterstand gezet door Romal Abdi van PSV. Die zoals gezegd de laatste weken steeds beter in vorm raakt. Vellinga die twee duels op rij verloor, maar tegen hele zware tegenstanders. En daarvoor nog won tegen Heerenveen. Dus ook niet bezig aan een heel slechte reeks. Maar als hij vandaag verliest, dan kan je dat inmiddels wel noemen. Want dat zou ook betekenen dat Romal Abdi hem inhaalt op de ranglijst. Die komt dan op een gelijk aantal punten. 15. Maar op doelsaldo zal hij hem inhalen. Stefan Vellinga met een heerlijke boogbal. Goed voor zijn man gekomen. Kan hij dan de voorzet gaan geven met Luis Suarez. Weer heel knap binnengehouden. Overname door Abdi. Oh, kijk eens. Mooie overname met Nzonzi. Goed ingespeeld. Gareth Bale draait weg bij zijn man. En oeh, die keeper zit er goed tussen. Scholes kan schieten. Scholes scoort. Natuurlijk. 3-1. Het is op de schok. Ian Gunnel. Stefan Vellinga op een achterstand. De man die de IJssel derby won. Die Ian Terschuur aan de zegenkar bond. Die toen een ontploffing van vreugde liet zien. Want dat is een wedstrijd die ertoe doet bij Zwolle. En hiernaast ons gebeurt ook wat hoor. Sparta Rotterdam stond 3-0 voor tegen Ian Terschuur van Go Ahead Eagles. Staat inmiddels op 3-2. Dat wordt ook nog spannend. 66e minuut, nog altijd 2-1 in het voordeel van Romal Abdi. De voorsprong die hij in de 55e minuut al op het bord zette. Nadat het 0-0 was na een eerste wedstrijd. Oh, daar met een klutsballetje krijgt hij goed mee. Maar Abdi levert hem dan in het strafschopgebied. En dan is Vellinga op de linkerflank. Pas 24 geworden. De jongeling van PEC Zwolle heeft daar ook gespeeld in de jeugd. Is zeer blij dat hij weer dat prachtige PEC Zwolle shirt mag dragen. Want hij heeft een blauw-wit hart, zoals ze dat noemen. Hetzelfde kan gezegd worden voor Romal Abdi. Een fan van PSV in hart en nieren. En ook hij mag nu eindelijk het felbegeerde rood-witte shirt dragen van zijn club. En hij wil zo graag winnen. En vandaag gaat dat misschien gebeuren. Want hij staat 2-1 voor met nog 20 minuten te spelen. En hij speelt sterk. Maar Vellinga is ook nadrukkelijk aanwezig dit duel. Komt hier er net niet doorheen. En Abdi wordt aangemoedigd door zijn maten. Die gespannen en ademloos toekijken. Vellinga op de linkerflank. Op zoek naar Neymar en Suarez.
De mannen die voor hem zo vaak het verschil hebben gemaakt. Oh, dom. Maar daar zit Messi ertussen. Slechte inworp. Raja Nainggolan, de ninja, de man van AS Roma. Klein van stuk, maar wat een daden. Kijk eens Messi met een heerlijke aanname en dito boogballetje. Daar komt Abdi er net niet langs. Velling gaat nu in het tegenstand met Felipe Luis. Er wordt gewezen, daar wil ik de bal, daar moet hij komen. En daar komt hij uiteindelijk ook, Gui Costa, maar die gaat over de knie. En dan is het een inworp voor PEC Zwolle. Met nog een kwartier te spelen. 1-2 achterstand. Zwolle zal moeten komen. Stefan speelt sowieso graag op de aanval. Speelt nooit om een gelijkspel. Maar nu is hij onder tijdsdruk gedwongen om gehaaste aanval te zoeken. En dan gaat dat net niet goed. PSV. Het PSV van Abdi. Oh, matig. Over de zijlijn. En dan zien we Gareth Bale. Die zijn... Nou, zijn vriend zou ik het niet willen noemen. Luis Suarez in stelling brengt. Christian Fieri, de legend. Oeh, via een verdediger in de handen van de keeper. Goede ingreep van de PSV'ers. Daar wordt gewezen, daar wil ik de bal. Oeh, een lang boogballetje had nu mooi geweest. Maar Abdi wordt gemaand om balbezit te spelen door zijn ploeggenoten. Gaat dat een fout zijn? Zeven Velliger goed voor zijn man. Kopbal richting de lange hoek. Net niet genoeg kracht om die keeper te kloppen. En Abdi kan nu gaan counteren. Er is nu wat ruimte. En kijk eens, Messi net niet gevonden met de steekpaas. Oh, jawel, in tweede instantie krijgt hij de bal alsnog. Er wordt fanatiek gecoacht door Delano van Bundelt. Die Abdi maand om op balbezit te spelen en de hoek te zoeken. Nog 5 minuten zo'n beetje als we de blessuretijd meerekenen. En Vellinga moet komen. Maar krijgt hij de tijd nog? Van Abdi, die gaat nu rustig rondspelen. Die zoekt het eindsignaal. Die wil deze 2-1 over de streep trekken. Gaat hij het doen? Of gaat hij misschien op zoek naar meer zelfs? Nog Messi, die lanceert zijn ploeggenoot. Kijk eens, dit is een kansje hoor. Neymar, gaat hij op zoek naar de cornervlag of gaat hij op zoek naar de actie? De actie, en hij krijgt nog een corner. In de blessuretijd, ver in de blessuretijd. Dan lijkt het een gelopen koers. Tenzij nu Stefan Vellinga... Uit de tegenstoot direct scoren. Hij heeft heel weinig tijd maar. Twee doelpunten. En Abdi is op zoek naar die 2 doelpunten verschil. Waarmee hij het doelsaldo dusdanig op zou krikken. Dat hij Stefan Vellinga passeert op de ranglijst. Hij moet er nog eentje. De hoge bal van Messi. Het strafgebied ingepompt. Afvallende bal niet voor hem. Wordt de derde ring ingepeerd op Vellinga. Die beseft dat Abdi hem niet gaat passeren op de ranglijst bij deze stand. Maar... Het wordt hem niet meer gegund om op zoek te gaan naar de aanval. De overwinning is voor Abdi 2-1. En Vellinga staat nog boven hem op doelsaldo, maar gelijk op punten.